Danny, hoe kijk je terug op afgelopen woensdag? Ja, positief uiteraard, omdat het is heel simpel in de beker. Je moet doorgaan. En uiteraard wil je dat met heel goed en dominant voetbal doen. Alleen de feiten zijn ook duidelijk. Zie niet alleen weer de afgelopen speelronde, maar ook in de afgelopen jaren. Dat het heel veel clubs niet altijd meer lukt in deze fase van het seizoen. En dan moet je voor één ding zorgen dat je doorgaat. En dat hebben we gedaan. Ja, in die koken zaterdag, dat is mooi. Maar zijn de spelers een beetje heel gebleven? Nou, we hebben onszelf geen goede dienst bewezen op dat vlak. Omdat we natuurlijk 30 minuten extra in de benen hebben. En heel diep hebben moeten gaan om die wedstrijd uiteindelijk te winnen. En we hadden ook zondag al een hele zware wedstrijd met Feyenoord thuis. Dus dat merk je nu wel. Maar ik moet ook zeggen, dat vond ik het positieve afgelopen woensdag. Het lukte niet altijd even goed. Het zijn ook maar mensen, deze jongens. Maar als je gewoon ziet de bereidheid die ze hebben en de echte wil om wel ten koste van alles zo'n wedstrijd te winnen. De ontlading, de beleving. Ja, dat is mooi om te zien. En nu voelen ze wel kleine pijntjes. Maar ik denk dat met het karakter wat in deze groep zit, dat absoluut goed moet komen morgen. Alleen ja, het kan wel zo zijn dat we richting morgen 2, 3 jongens misschien wel missen. Dat moet later vandaag of misschien wel uiterlijk morgen blijken. Dus we hebben wel her en der wat schade opgelopen. Maar we houden genoeg jongens over die morgen de mouwen op gaan stropen en er alles aan gaan doen om morgen ook nog een goed resultaat te halen in Almelo. Ja, want jullie waren laat terug woensdag. Hoe ziet zo'n dag gisteren dan uit? Gisteren en vandaag staan alleen maar in het teken van herstellen. Omdat je kwam midden in de nacht thuis. Zijn slaapritme is dan ook al onderbroken. Nou, slaap is het belangrijkste herstel voor die jongens. En wat ik net al zei, gisteren en vandaag op de club zal vooral bestaan uit actief herstellen. Dus je moet wel in beweging blijven, maar op een verantwoorde manier. Goed eten, zorg dat de jongens goed kunnen rusten. En dan gaan we er alles aan doen dat er morgen weer 11 aan de aftrap verschijnen. En mogelijk nog met een paar wissels die erin moeten. Dan we de huid zo duur mogelijk verkopen en er alles aan gaan doen om daar ook een resultaat te halen. Ja, Heracles is de tegenstander. Ook een weerzien met Sierhuis. Ja, Kai. Vanuit ons naar Frankrijk gegaan en ondertussen weer terug in Almelo. Ja, het is altijd leuk om oude jongens, oude bekenden tegen te komen. Maar ja, het is ook heel simpel. Dan moet gewoon de vijand. En dat moeten we gewoon aanpakken. En dan na de wedstrijd kunnen we weer leuk en aardig doen. Maar wel als wij met een goed resultaat naar huis gaan. Waar liggen de kansen tegen Heracles? Ja, het zal moeten blijken hoe zij gaan spelen. Ze hebben de afgelopen weken wat verschillende formaties gespeeld. Over het algemeen thuis op hun kunstgras zijn ze sterk. Zijn ze in staat om een behoorlijk goed positiespel te spelen. Maar wij moeten vooral van eigen krachten uitgaan. En de laatste weken hebben we goede fases gehad, hebben we ook mindere fases gehad. Maar het feit is wel dat als we met deze collectiviteit spelen en met deze energie wat we de afgelopen periode doen, slagen we er elke keer in om een resultaat te halen. En uiteindelijk draait het daarom in voetbal. Dus die lijn moeten we gewoon proberen door te zetten in Almelo.